Tilburg is de textielstad van Nederland. Meer dan de helft van alle textielfabrieken was in Tilburg. Ondanks dit succes had Tilburg ook veel grote problemen. Kindersterfte en armoede waren aan de orde van de dag. Het is een verhaal met hoogtepunten en onvoorstelbare ellende. Het is het verhaal van Tilburg. Hoe kwam Tilburg in deze situatie? Rond 1500 konden de boeren van het land alleen niet leven. Het land was namelijk moeras en heide. Ze moesten dus op zoek gaan naar een andere inkomstenbron. De boeren gingen schapen houden en van dat wol maakten ze textiel. Om het stukje land waar de boeren hun schaap lieten grazen, bouwden zij hun huizen. Er ontstonden zogenoemde hertgangen. Deze hertgangen groeiden en groeiden, totdat ze aan elkaar waren gegroeid en er een eenheid ontstond. In 1648 werd de Vrede van Münster getekend. Dat betekende het einde van de 80-jarige oorlog en dat Brabant vanaf nu af aan bij de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden worden. Dat was slecht nieuws voor Brabant. Brabant was katholiek en de Republiek was protestants. Brabant kreeg daardoor geen stem in de Staten-Generaal, de Tweede Kamer van die tijd. Brabant werd gebruikt als een bufferzone voor een eventuele vijand uit het zuiden. Brabant kende geen Gouden Eeuw. En de kerken werden ingepikt door de protestanten. Twintig jaar lang zouden Tilburgers gebruik maken van dit soort kapelletjes net over de grens. Tot in 1668, toen waren de Tilburgers het zat. En gingen ze in schuilkerken in de stad hun diensten bijwonen. Dat werd getolereerd door de protestanten, zolang ze het maar niet in het openbaar deden. Ondanks de tegenslagen bleef de textielindustrie in Tilburg groeien. Dat kwam omdat ze ook stof gingen verhandelen aan andere steden, zoals Amsterdam en Leiden. Deze steden zaten al langer in het vak en hadden dus meer ervaring. Vooral Leiden was een grote speler in de textielindustrie. Toch wist Tilburg in de 17e eeuw Leiden te verdrijven van het toneel. In Leiden was het namelijk duurder om textiel te maken dan in Tilburg. Veel Leidse families kwamen naar Tilburg en namen hun geld en hun ervaring mee. Een van die Leidenaren was Pieter Vrede. In 1790 bouwde hij hier zijn eerste fabriek. Dat werk verschafte voor meer dan 300 arbeiders. Pieter had goede connecties met Frankrijk. En die zouden later goed van pas komen. In 1794 viel het Franse leger van Napoleon Bonaparte om ons land binnen. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was ten einde. Tilburg was 150 jaar lang achtergesteld. Door de komst van de Fransen kwam hier een eind aan. Tilburg werd een grotere leverancier voor lakens voor het Franse leger. Dat de textiel hier zo groot was, werd opgemerkt door onze eerste koning.
In 1809 was koning Lodewijk Napoleon, de broer van Napoleon Bonaparte, de koning van Nederland. En ook van Tilburg. In 1809 ging hij op toneel heel Nederland. En ook in Tilburg. In Tilburg bezocht hij een fabriek. De wollenfabriek. Zoals er zoveel stonden in Tilburg. De koning was onder indruk. Hij was zelfs zo onder indruk dat hij van Tilburg een stap maakte. Mede deze bewegingen komt Tilburg steeds meer groen. Rond 1809 werkte bijna de helft van alle mensen in het textiel. Tilburg was klaar voor de volgende stap. En die kwam er. In de vorm van een van de meest invloedrijkste uitvindingen ooit. De stoommachine. In 1827 liet Pieter van Doren de eerste stoommachine van Tilburg bouwen. En ondanks dat dit een stap vooruit was, zagen de Tilburgers het absoluut niet zo. Ze waren namelijk bang dat de stoommachine hun baan in zou pikken. Dit leidde ook tot veel verzet. De arbeiders hebben zelfs de ruiten van Pieter van Doren ingegooid. Dat is een van de weinige gevallen in Nederland van verzet tegen een machine. De arbeiders konden zeggen wat ze wilden, maar ongeacht hun acties kwam de stoommachine er toch. Er kwamen nog meer stoommachines en fabrieken. Tussen 1848 en 1853 verdubbelde het aantal fabrieken. Ook in Tilburg kwam kinderarbeid voor. Als een kind 12 werd, moest het gelijk aan de bak in de fabriek. Ook kindersterfte was een groot probleem in Tilburg. Maar liefst 4% van de kinderen overleed in hun eerste levensjaar. Betere zorg aan hun kinderen te leveren, moesten de arbeiders meer geld en betere voorlichting krijgen. Dat was namelijk alle twee niet het geval. Ouders wisten vaak niet dat er iets mis was met hun kind. En als ze het eenmaal door hadden, was het vaak te laat. Kinderarts Jan Keizer had er genoeg van. Hij verweet de ouders niet goed geïnformeerd te zijn over de gezondheid van hun kind. Samen met de zusters en geestelijken ging hij voorlichtingen geven over hoe je een baby gezond kon opvoeden. De kennis om een kind op te voeden was er. Nu het geld nog. De arbeiders gingen in verzet. In 1855 was er onrust in de fabriek van Van Doorn. Arbeiders wilden niet meer werken voor zo weinig geld. Wat ze eisten is niet meer duidelijk. Feit is wel dat ze niet meer terug zijn gekomen. In 1864 werken de metselaars, de timmerlieden en de schilders met elkaar samen. Ze eisen een hoger uurloon van 2,5 cent. En voor het eerst hadden de arbeiders succes. Ze kregen een hoger uurloon van 1,5 cent. In de Eerste Wereldoorlog hadden fabrikanten het lastig. Er waren namelijk weinig mensen die konden werken in de fabriek, omdat de meeste mensen waren gemobiliseerd om de grens te bewaken. De overgebleven arbeiders grepen hun kans. Ze eisten hogere loon en dat kregen ze ook. Maar liefst 50% van het loon werd verhoogd. In deze stakingen worden de vakbonden steeds belangrijker.
Mede door hen komt er in 1919 een wet dat ervoor zorgt dat mensen maar 8 uur per dag hoeven te werken. En dat kinderarbeid tot met 14 jaar verboden is. Beetje bij beetje komt er verandering. Na de Tweede Wereldoorlog wilden de fabrikanten het leven weer oppakken zoals het eerst was. Zij bovenaan, de rest onderaan. Alleen waren wat dingen veranderd. In Tilburg en daarbuiten. Van 1948 tot 1959 had Tilburg een gouden tijd. Er was weer volop vraag naar textiel. Alleen er was ook de tijd dat Tilburg het liet liggen. Er waren namelijk meer concurrenten bijgekomen. Prato, een Italiaans stadje, drukte Tilburg uit de markt. Terwijl fabrikanten van Tilburg niet investeerden in nieuwe technologie, deed Prato dat wel. Niet alleen Prato concurreerde Tilburg weg uit de markt. Ook in Frankrijk waren de fabrieken met meer dan 15.000 man. Daar kon Tilburg niet tegenop. Maar er was nog iets veranderd in Tilburg, waardoor Tilburg niet meer hetzelfde zou zijn als voor de Tweede Wereldoorlog. De naoorlogse generatie wilde niet meer werken in de fabriek. Ze verlangden naar vrijheid. Daarnaast kwam het ook nog dat de wol uit de mode raakte. De mensen droegen nu spijkerbroeken, pakken toen. Tilburg als textielstad was verleden tijd. Ondanks dat Tilburg geen grote textielstad meer was, ging de stad niet ten onder. Er kwamen allerlei nieuwe soorten sectoren, zoals banken, onderwijs en andere bedrijven. Het gebeurde langzaam, maar zeker. In deze tijd is Tilburg zijn verleden niet vergeten. Overal in de stad zie je nog sporen van het verleden. Van statige fabrieken tot prachtige villa's. Tilburg groeit nog steeds. Het verhaal van Tilburg is nog maar net begonnen.